Eindelijk, er worden huisjes gebouwd voor de dakloze Haitianen. Maar waarom duurt het zo lang? Eindelijk, er wordt gebouwd in Port-au-Prince. Het Rode Kruis zet 300 van dit soort tijdelijke huisjes neer in een tentenkamp. Een van de sleutels gaat naar Nathalie en haar moeder. Ze wonen nu nog in een tentje van 4 vierkante meter en zijn dus dolgelukkig. Maison en piemont. Oui, parce que là t'es coincé. Maison en village. Oui. Maar er zijn meer dan 1 miljoen daklozen. De tentenkampen strekken zich uit zover het oog reikt. Dan schieten een paar honderd van die huisjes niet op, 11 maanden na de ramp. De woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat veel tijd opgaat aan onderhandelen met eigenaars van de grond. Soms zijn die onvindbaar of omgekomen bij de aardbeving. Why don't you just say screw it, we're going to build? Well, you have to know who owns the land first. Because you don't want to get halfway through a process and have an angry landowner turn up and say, "Hey, you can't be building here." De regering zou land kunnen onteigenen, maar doet dat niet en laat iedereen ook wachten op het grote wederopbouwplan. Op een stukje land van een geruimde woning zou zo'n houten huisje prima kunnen staan. Mais pas une maison et en bloc mais même en bois. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Sorry, voorlopig niet door al die ambtelijke regels. The challenges that seem if not insurmountable then almost intractable at the moment will be overcome. And we'll see, like we did in the tsunami, in the second and third years, massive jumps ahead. Over traagheid gesproken, in de haven van Port-au-Prince staan al sinds augustus 4 containers met hulpgoederen uit Nederland, bestemd voor de weeskinderen in dit eenvoudige opvanghuis. J'attends, mais jusqu'à présent, chaque jour presque, je lui ai appelé pour donner, pour dire ce que nous allons faire, parce qu'il y a des frais à payer. Inderdaad, de regering van Haiti vindt dat zij voor elke dag dat de containers in de haven staan, €60 moet betalen, terwijl de kinderen zitten te springen om nieuwe kleren. C'est toujours bon pour nous quand on a envoyé quelque chose de Pays-Bas pour nous. Parce que nous sommes dans les nécessités. Iedereen is dus gefrustreerd. Het gaat gewoon te langzaam. Maar terwijl er wordt doorgesproken en doorgeonderhandeld, woont meer dan een miljoen Haitianen zo. Erik Mouta, RTL Nieuws in Port-au-Prince.